Oh, wat dom. Ik heb natuurlijk zo'n legervest aan. Dan kun je me helemaal niet zien op film. Hoi, tof dat je kijkt. Een hele gekke video deze keer. Want alles wat je gaat zien heb ik namelijk vorig jaar al opgenomen. Ik speelde namelijk mee als figurant in de Amerikaanse film The Hitman's Bodyguard. Heb je vast inmiddels wel gezien op de abris en in de reclames en de commercials. Dat is hetzelfde. Hij draait namelijk vanaf nu in de bioscoop. Ik was toen echt net gestart met YouTube. Dus het leek me heel leuk om alles wat ik op de set zou meemaken vast te leggen op YouTube. Heb ik gedaan, video van gemaakt en upgeload. Werd ik direct daarna gebeld, woedend, of ik wel niet eventjes heel snel de video ervan af wilde halen. Anders zou ik een hele flinke boete aan mijn kont krijgen. Had ik niet zo zin in, dus ik heb hem eraf gehaald. Maar vandaar dus hier alsnog de video met een hele jonge Marije. Overigens mag ik ook 6 bioscoopkaartjes weggeven voor de Hitman's Bodyguard. Dus als je die wilt winnen, kijk dan even aan het einde van de video. Daarin vertel ik hoe dat kan. Goedemorgen, welkom bij een nieuwe video. Deze week geen normaal week-experiment, maar net iets anders, een special edition. Ik ga kijken wat er gebeurt als je speelt in de nieuwe film van Ryan Reynolds. En dan denk je misschien, hoe dan? Nou, de aankomende weken vinden in Amsterdam de opnames plaats voor The Hitman's Bodyguard. Een gloednieuwe Amerikaanse productie met onder andere Ryan Reynolds, Selma Hayek, Samuel L. Jackson. Ik sta nog ingeschreven bij Castingbureau en daarom ben ik gecast als hip meisje op fiets. Ja, 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 ja. Het is nu zondagochtend 7 uur. Ik moet daar over een half uur zijn. En het worden lange dagen. Maar ik heb er heel erg veel zin in. En we gaan natuurlijk kijken of we Ryan Reynolds kunnen ontmoeten. Dus, let's go! On your marks get ready. And on your marks get set go. You feel the vibe already. Even een update vanuit het toilet. Ik heb net 100 keer, als het niet 500 was, over moeten steken met mijn fiets. En volgens mij kom ik heel erg goed in beeld. De producer zei in ieder geval, stick with me Mary, I'm gonna make you famous. And there's a chain reaction. And there's a feeling in your soul. And now it's time for action. Ik ben nu in de tram en ik moet trampassagier spelen. Dat kan ik wel. Ze doen echt super tof gestunt op dit moment. Het is echt heel tof om erbij te zijn. En verder is het een beetje awkward. Ik kan nergens filmen. Ik heb Ryan Reynolds nog niet gespot. Oké, de stunt ging net echt helemaal verkeerd. En er reed een BMW recht de tram in op een meter voor me. Dat was niet de bedoeling. Hij slipte gewoon. En de hele tram is naar zijn malle moer. En de BMW is helemaal totaal los. Echt vet heftig. Volgens mij moeten we nu alles weer vervangen. En moeten we wachten. Het is inmiddels 7 uur. En we hebben het kukje rondgemaakt. Vandaag zat echt helemaal vol met auto's. En achtervolgingen. En slippende wagens. En super tof. De laatste 4 uur heb ik alleen maar mens op terras gespeeld. Dus dat kon ik wel. Super cool om eens zo'n grote Amerikaanse productie mee te maken. Wat er allemaal bij komt kijken. Het was echt mega tof. Geen Ryan Reynolds gezien. Goedemorgen, ik ben echt nog helemaal high van gisteren. Ik vond het echt super tof. Ik heb helemaal niet kunnen slapen gewoon ervan. Zoveel adrenaline. Zoals je ziet heb ik weer mezelfde pakkie aan. En dat komt omdat ik weer op dezelfde plek moet zitten en staan en fietsen. Want we gaan weer dezelfde scènes opnemen, maar dan met hele grote stunts. En auto's die over de kop vliegen en weet ik veel wat allemaal. Let's go! Fuck, die auto vloog gewoon op 10 meter voor mijn neus over de kop. Dat is echt zo bizar. Oké, en nu nog lekker naar huis. We zijn nog steeds aan het wachten. Bootstijden, kartjes, alles. We zijn weer terug in 2017 en ik heb al wat reviews gelezen.
Het succesvolle duo Samuel Jackson en Ryan Reynolds gaan helemaal op in hun rol en maken dit hilarisch grappig. Huh? Maar meisje op blauwe fiets dan? Ach, een ware artiest wordt nooit in haar eigen tijd erkend. Ik heb uiteindelijk alleen naast Samuel L. Jackson op set gestaan. Niet Ryan Reynolds. Het waren wel echt super toffe dagen. Veel gelachen, veel gewacht. We hebben dan ook in die 3 dagen dat ik daar ben geweest, uiteindelijk denk ik echt 6 seconden geschoten die in de film daadwerkelijk terugkomen. Moet je nagaan hoe fucking veel tijd erin wordt gestoken om zo'n film te maken. En geld. Als je ooit de kans krijgt om te figureren in... Wat een rot woord. Als je ooit de kans krijgt om te figureren in een film, doe het dan. Je krijgt geen reet betaald, maar het is echt een hele toffe ervaring. Laat even een reactie achter hieronder in de comments. Dat vind ik altijd mega leuk. Op die manier kun je ook de comments winnen. Nee. Laat even een reactie achter hieronder in de comments. Op die manier kun je ook de bioscoopkaartjes winnen. Ik hoop dat je het een leuke video vond. En ik zie je volgende week weer met een echt experiment. Bye bye.